De nieuwe reizigerspassage die onder het station in Tilburg wordt geschoven, ligt bijna op zijn plek. Gisteren begon het inschuiven van de 42 meter brede tunnelbak. En er is de hele dag en nacht doorgewerkt. Het plaatsen van die bak is een precisiewerk en het moet in één keer goed gaan. Want als die tunnel eenmaal ligt, dan is hij niet meer te verplaatsen. Ja, en bij het station in Tilburg is verslaggever Jan Walen. Jan, hoeveel centimeter moeten ze daar nog? Ja, volgens de laatste meldingen zou het nog om zo'n 30 centimeter gaan. Dus het zijn echt de laatste loodjes. En het is overdreven om te zeggen dat de laatste loodjes zwaar wegen. Want het heeft de hele tijd zwaar gewogen. 6,6 miljoen kilo is er hier over meters verplaatst. Voetje voor voetje, heel langzaam. En nou ligt hij er. En ja, het heeft wel wat langer geduurd dan gedacht. En hoe dat komt, dat vraag ik aan Anton Korlaar. Hij is daar naast me. En hij is de projectleider van ProRail, de project manager zelfs, die hier alles heeft gedaan. Ja, hoe komt het nou dat het wat langer heeft geduurd? Nou, je moet weten, hè, van deze omvang is in Nederland nog nooit een zwaar gevaart op deze manier geperst. Dus we hebben gewoon ook de tijd genomen en het is een precisiewerkje. Hoe heeft het een beetje kalm aangedaan? Nou, laat ik zeggen, het gaat natuurlijk ook rustig, hè, maar we hebben heel veel tijd ook genomen om de grond, het zand wat eronder ligt, om dat goed te verdichten. En zoals u ziet, hij heeft het eerste stukje over beton is hij gegleden en daarna is hij op zand gegaan. En als u heel goed kijkt, dan ziet u dat het zandbed en het betonbed mooi in elkaar overlopen. Dus we hebben daar de tijd voor genomen en daar ben ik ook heel trots op, want het heeft uiteindelijk geresulteerd in het resultaat. Nog 29, nog 28, nog 27 centimeter. Gaan we dadelijk een klap horen als hij er tegenaan komt of dat niet? Dat gaat heel beheerst. Maar ik moet zeggen, ik had liever nu daar gestaan dan hier. Want het is wel natuurlijk een fantastisch moment om mee te maken. Ja, nou misschien haalt u het zometeen nog. Deze, daar is het dus goed mee. En eentje verderop is ook een fietserstunnel. Daar ging het zaterdag wat mis, want daar kwam een perron iets te snel naar beneden, wat wel weg moest, maar dat had niet moeten vallen. Daar gaat u een tunnel in twee stukken erin schuiven, maar daar ligt pas het eerste stuk. Dat klopt. Dat loopt ook achter op planningen, uiteraard, hè, door het vervelende ongeval. Maar het tweede stuk ligt nu klaar. We hebben het opzij geschoven en het ligt nu ook klaar om verder erin te schuiven. Ja, en dat gaat vandaag nog lukken? Dat gaat vandaag aan het einde van de dag lukken. Ja, al met al vertraging, zowel hier als daar. Betekent dat nou ook dat u het misschien niet haalt om het op vrijdag zover klaar te hebben dat er weer treinen kunnen rijden? Nou, we hebben gelukkig nog een paar dagen en we zijn heel druk bezig met het hele bouwteam om te kijken hoe we de eventuele vertragingen, met name bij de Willem II, ook gaan inlopen. Ja, maar u weet het nog niet helemaal zeker? Nou, kijk, we hebben één doel en dat is dat we vrijdagochtend die treinen weer willen gaan rijden. Maar daarvoor moeten er nog wel wat hoofdbrekens worden, worden genomen. Er moet nog wel over nagedacht worden, want het loopt allemaal een beetje anders dan gedacht. En daar is druk overleg over nu ook hier, hoe men gaat proberen om de achterstand toch in te halen, zodat er treinen kunnen rijden op vrijdag.